Onder de borden. Voor de Giants. Ondertussen Dudzinski. Voor drie. Dat kan hij ook. Dave Dudzinski. Met de driepunter voor de Giants. Het wordt maar als voor drie. Die valt niet. Rebound Blijenberg. Een vals break weer. Ja, drie tegen twee. Dudzinski, Branch. Oh. En dat is easy. De helft zeker ook nog Cam McGriff gebruikt worden. Maar ik vermoed dat Cam McGriff zal gespaard worden met zijn twee fouten. Ondertussen mooie pass van Sterling Gibbs. Ja, mooi. Trailende Dudzinski en dan geen helpside. Is het Sterling Gibbs die uiteindelijk met de loose ball wegkomt? En dan Kesteloot en dan weer twee punten. Je defensieve transitie. Op een driepunter van Dudzinski en ook die gaat binnen. Coach De Vrijne heeft al twee time-outs gebruikt, Werner. Ik denk dat hij er eigenlijk vijf van gebruiken, deze eerste helft. Ja. Eens proberen we hem uiteraard zo snel mogelijk speel klaar te krijgen. Terwijl we uit de time-out de inside play voor Badji zagen. Maar dan was het ding. Voetjes van de grond, dat is nooit goed. Van een einde. En toch de driepunter. De ref twijfelde even, twee of drie. Geeft uiteindelijk toch de drie. Tot drie.